Tune-toppers. De verhalen achter de mooiste radio- en tv-tunes. Vorige week zijn we begonnen met een nieuwe rubriek. Ron van Gouwen die praat met componisten van oude en nieuwe tunes. En deze week heeft hij een gesprek met Stefan Emmer. Dat is wellicht voor u een bekende achternaam. En inderdaad, een leuk weetje. Hij is ook de zoon van oud-journaallezer Fred Emmer. En Stefan die maakt al meer dan 30 jaar tunes, voornamelijk voor tv. Bijvoorbeeld deze oude tune van het NOS-journaal. Ik ben op dit spoor van tunes componeer gezet op de tramhalte voor de Bijenkorf. Iemand fietst voorbij die zegt, ik heb je plaatje gekocht op Concerto. Nou, die werd door heel weinig mensen gekocht. Maar daar stond instrumentale muziek op. En diegene werkte voor het Nederlands Omroepbedrijf als grafisch ontwerper. En die zei, ik vind het zo beeldend wat je maakt. Ik heb voor jou een opdracht om een mini-muziekje te maken. Een wat? Een mini-muziekje voor het Humanistisch Verbond. En dat was 1984. Nachts dacht ik, goh, ik heb eigenlijk al korte dingen gemaakt waar niemand op zat te wachten. Maar ik merkte wel, van, net zoals, en dat is een beetje pretentieus, maar ik meen het nederig, is dat ik weet van Edward Albee, de toneelschrijver, die was al jarenlang een romans aan het proberen te schrijven. En toen was opeens zijn toneelstuk geboren, Who's Afraid of Virginia Woolf, werd een ontzettend succes. Ik bleek er wel een understanding mee te hebben. Heel natuurlijk ging dat, want klein en kort is een hele andere mindset dan lang en groot. In componistenland, waar staat de tune ergens? Is dat iets waarop neer wordt gekeken? Of? Toen ik er in ieder geval mee begon wel. Want mijn kunstvrienden uit Amsterdam zeiden uitverkoop, Hilversum, bah, vies. Jaren later werd ik gebeld door mensen van hele bekende bands die zeiden, zeg, hoe werkt dat nou eigenlijk? En toen werd het Salon Vee. Ik heb, denk ik, nu 25 jaar de NOS Journaal muziek gemaakt. Dat als je die komen ook nog geregeld langs. Dus voor de oudere kijkers, als zij oude journaaltunes horen van mij, dus sinds 1987 is dat, dan is dat voor iedereen, begrijp ik, van oudere leeftijd nog steeds merkbaar. Maar mijn langst lopende tune is uit 1989 en die is van Per Secondewijzer. Naast de tune, de muziek, heel herkenbaar is natuurlijk het filmpje wat erachter zit. Yeah. Krijg jij de opdracht, schrijf een muziekje, wij zorgen dat er een filmpje bij komt, of komen zij bij jou met een filmpje en maak jij de muziek erbij? Dat wisselt per keer. Ik heb het op beide manieren wel eens meegemaakt. Ik zelf heb dat altijd vreemd gevonden dat je zo kip of het ei moet denken. Want het heeft niet daardoor een diepere relatie. Als je dat alleen maar doet met twee afgeronde pannenkoekjes en die plak je op elkaar in een sandwichformule. Dus later ben ik met ontwerpers, beeldontwerpers, veel eerder gaan samenwerken dan wachten op zijn filmpje of omgekeerd. Heb je daar een voorbeeld van? Van een tune waarbij je dat inderdaad in nauwe samenwerking met een grafisch ontwerper hebt gedaan? Ja, bij RTL Boulevard. Daar had de beeldontwerper van mij geluidjes van een paparazzi motor drive. En daar is hij op gaan animeren. En dat animatietje was nog niet af. Of ik dacht al van, nou, daar kan ik een ritme op baseren. RTL Nieuws heb ik ook een paar keer mogen doen. Toen was het eigenlijk zo dat de NOS wilde als publieke omroep juist wat populairder qua toonzetting worden. Terwijl RTL Nieuws wou een gedeelte van hun commerciële veren afwerpen in de serieuze berichtgeving van het RTL Nieuwsprogramma. Dit is het nieuws van woensdag 3 juli. Goedenavond.
Dus wat er gebeurde was dat ik toen eigenlijk mijn kennis van publieke omroep, serieuze autoriteitsmuziek, kon projecteren op RTL, omdat dat daar nou net de wens was. En de grap was dat voor een kort moment in tijd, ik vind dat dat nu alweer minder is, de publieke en de commerciële omroep qua klanksignatuur stuivertje hadden gewisseld. NOS was wat populairder. Afschaffing van de gong is ook nog geweest en meer elektronisch. Terwijl RTL dan net dat statige had wat de NOS vroeger had. Goedenavond en welkom. Dit is Editie NL. Nu worden in Nederland eigenlijk de tv-tunes best wel snel vervangen. Jij hebt ooit een nieuwe tune durven maken van de legendarische Studio Sport tune. Jij hebt toen deze tune gemaakt. En toen kwam er heel veel verzet vanuit het publiek. Het publiek wilde de oude Tony Eijk tune terug. Was dat frustrerend voor je destijds? Ja, ik vond het vervelend. Ik vond het ook jammer om het met de collega, in dit geval Tony, een soort debat over te hebben ontwikkelen. Want wat in de geschiedschrijving, voor zover relevant, eigenlijk niet zo goed tot uiting is gekomen ooit, is dat het was helemaal geen nieuwe tune voor mij. Het was de orkestrale versie van de Studio Sport tune die normaal in jazz big band uitvoering is. Dus het was juist bedoeld als hommage. En daarom was het voor mij eigenlijk een hele bittere pil. Dat niet goed aankwam bij het publiek. Want in principe heb ik het goed bedoeld. Nu worden journaaltunes eigenlijk best wel snel vervangen. Elke 4-5 jaar komt er wel weer een nieuwe tune. Vind je dat dat te snel gaat? Ik heb het idee dat het gevaarlijk is als het te veel een intern proceswens is. Het publiek is nooit uitgekeken op dingen, maar de mensen die ermee moeten werken. En dat is de ironie van dit vak. En deze laatste muziek was jarenlang de tune van Tijd voor Max. En ook gecomponeerd dus door Steffen Emmer.